Ze hadden wel op non-actief moeten stellen, die Overmars. Ja. Hadden ze slimmer aangedaan. Ja, dat hadden ze slimmer aangedaan. Had je nu eens kunnen kijken of die twee meiden, of die drie meiden, of misschien nog eentje. Ja. Dat die ervoor in zou staan van, joh, kunnen we niet iets, iets dat je dit weer... Hè? Kan, zou je heel nog, snel beslist. Maar kwam natuurlijk door die voice. Door de voice. Alles, door de voice hebben ze dit heel snel gedaan. Ja. Ik had hem lekker zeggen. Hij zelf had helemaal niet het idee, hè, dat hij wat verkeerds had gedaan. Nee, maar hij moest echt overtuigd worden. Maar hij moest echt overtuigd worden van dat het niet kon wat hij deed. We gaan even naar kijken. Ja, maar ja, hij had natuurlijk een heel klein lulletje. Wat is dit nou toch? Ja, ik vraag me dus ook af. Dus hij heeft dickpics gestuurd en hij had niet het idee dat dat fout was. Ja. Oké. Maar hij heeft natuurlijk een heel klein pikje. En dan denk je toch, als de mensen die dat zien, denken... ach, zielig. In plaats van dat je denkt... ach, sneu dit, zeg. Maar volgens mij wil jij een punt maken nu, of niet? Sorry? Jij wil wel een punt maken. Jij verbaast je toch een beetje over het feit... Ik vind het sowieso altijd een beetje verrassend dat mannen denken... dat vrouwen het heel erg leuk vinden om een dickpik te krijgen. Dat is het één. Maar dat je dus nou, niet ook... alle mannen vinden dat, hoor. Nee, oké, een aantal mannen die denken dat vrouwen dat heel erg opwindend vinden. Maar drie aan deze tafel. Maar dat die dus... Maar jij wilt toch even duidelijk maken dat het punt dat het niet zo normaal is als het hier nu wordt gesteld? Sorry, wat zei je? Nou, je wil even duidelijk maken dat het niet zo normaal is als hier nu even werd gesteld, van dat het allemaal wel meeviel. Nee, het is toch niet. Het is toch, ja, nee, lijkt me ook, hoor, maar... Ik weet de conversatie natuurlijk niet. En misschien heeft hij gedacht dat er een bepaalde spanning was in berichtgeving. Ja. En toen heeft hij dus een dickpic gestuurd waar de vrouwen blijkbaar niet van gediend waren. Maar het is volgens mij ook typisch iets van mannen. Want in die hebben ook alleen maar een hele In mijn hele leven heb ik nog nooit van een vrouw een fotootje gevonden van haar muts. Nee. Dat doen vrouwen niet. Nee. Nee, blijkbaar niet. Bij mij niet althans.